96 created imaginary worlds, fantastical landscapes where lowland cities and mountains meet. At the dawn of the he's one of the most intriguing moments of the 17th century. Ik ben op de tentoonstelling van Hercules Segers in het Rijksmuseum, waar vooral etsen en schilderijen hangen. En je ziet vooral landschappen zoals deze. En wat vooral opvalt is dat geen twee etsen hetzelfde zijn, dus hij experimenteerde heel veel. Schilderijen, zoals deze. En hij is waarschijnlijk niet verder geweest dan Brussel in zijn leven. Dus dit soort gebergtes wat je hier ziet, heeft hij waarschijnlijk nooit in zijn leven echt gezien. Maar hij baseerde zich op het werk van anderen. Het lage licht vind ik mooi hierbij. Schaduw van dat huis. Hier zo. Zo tegen de avond. Wat meer melancholieke stemming. Er zijn geen twee ads hetzelfde. Dit vond ik een heel vreemd schilderij. Ik dacht eerst dat de belichting niet goed was, maar hij heeft gewoon echt de helft van de schilderij donker gemaakt. Een soort enorme onweerswolk. Ik dacht eerst, er is iets met die lampen, maar ik zie schaduw van de lijst zie ik gewoon. En als ik met mijn hand hier ga, zie ik gewoon, de belichting is gewoon egaal. Dus ik vind het een heel bijzonder experiment. Hier lijkt je het in iets mindere mate ook toe te passen aan de bovenrand. Een soort onweerswolk of donderlucht. Hier zie je een ets zoals die eigenlijk vrij kaal gedrukt is. En dan draai ik de camera. En hier zie je hem eigenlijk ingekleurd. Ze werken met olieverf op etsplaten. Ik zie ook wel wat meerdere etsplaten. En dat was heel experimenteel. Je ziet geen twee dezelfde etsen eigenlijk. Dus dit lijkt ook elementen ervan te bevatten. Of hetzelfde. Ik denk dat hij hier weer die etsplaat bewerkt heeft en bijgesneden heeft. En hier ook weer. Totaal andere sfeer en stemming. Flink uitgepakt in het Rijksmuseum. Het ziet er ook weer duidelijk bijgeschilderd uit. Hele verschillende versies van dezelfde ads.
is heel mooi van kleur. Ze lijkt nog behoorlijk full color, redelijk natuurlijk bij een zonnige dag of zo. De anderen zijn meer atmosferisch, zou ik zeggen. Als Rembrandt een ets maakt, dan zien alle etsen eruit gewoon, laat ik zeggen, zoals een ets normaal gesproken afgedrukt wordt. Zwart op wit. Zeker is veel experimenteler eigenlijk. Dit ziet er dan nog redelijk conventioneel uit, maar... Een mooie boom. Hier gaat hij weer heel atmosferisch te werk en... Deze vond ik heel interessant. Het deed me wat Japans aan bijna. Je zal geen Japanse prent hebben gekend, want die kwamen pas in de 19e eeuw naar Europa, maar... Ik vond het een heel mooi sferisch werkstuk. Hier probeerde hij mensfiguren te etsen op basis van het werk van anderen. Niet zo heel goed geslaagd. Ik kan me zo voorstellen dat hij... iets commerciëler wilde werken of zo. Ik weet niet. Dat was nog wel arm. Hier zien we een ets Tobias en de Engel. En die figuur heeft hij van een ander overgenomen. En Rembrandt had deze etspaad in het bezit. En die heeft de figuren vervangen door andere figuren. De vlucht naar Egypte volgens mij. Ik zou Rembrandt dat aan kunnen doen voor het, laat ik zeggen, het vernietigen voor een deel van de etsplaat van Hercules Segers. Maar het was een andere tijd. Maar Rembrandt die verzamelde werkstukken, etsplaten, blijkbaar dus ook een schilderij van Segers. En je moet hem in grote achting hebben gehouden. Maar niet zo groot als een etsplaatbewaarder, zoals hij was. Lamlul. De afronding keer ik nu even terug naar dit schilderij. Dat ik het zo bijzonder vind, wat hij doet hier. Gewoon de helft. Ik doe me zelfs aan Rothko denken. Bam. Het meest dominante beeldaspect van dit werk is gewoon een donkere bovenkant die zacht overloopt in de lucht beneden. En het zwarte vierkanten voor op te komen. Echt heel bijzonder dit. Het lijkt op donker papier gemaakt te zijn, dus die golven, lichte tint op donkerder papier. This famous etching was actually...